Dames en heren, vandaag foto challenge 4.0. Rob en ik zijn het team. We hebben hier dan het overwinningsteam en het loser team. Ja, afgesproken. De kaart is echt naar een nieuw niveau gestegen. We hebben echt moeilijke dingen vandaag, leuke dingen. Dus ik wens jullie vooral heel veel succes. Maar die kaart is, dus even kijken. Naakt in een sloot. Doe nu. We krijgen in. In 3, 2, 1. Oké, kom, we gaan Rob. Ik moet even de lijst lezen. Leraar wiskunde. Ken jij er een? Ja. Trouwens, het leraar wiskunde van mijn middelbare school is dood. Dus daar kunnen we niet meer op de foto. Een puzzel van 1000 stukjes die compleet gemaakt is. Wat nou als ik die koop, dan ga ik die de hele dag maken en dan zoek je het lekker uit. Autisme. Nee, ik denk dat we die 1000 stukjes, die moeten we gewoon kopen en dan moeten we even van de slaafje aan het werk zetten. Laten we een puzzel gaan halen. Zo, dat we ja, laten we een puzzel gaan halen. Ja. Als we die kleren, is echt cool. Ja, dat lijkt me echt vet. Dat is echt vet. Met je hand op een lamp van een lantaarnpaal. Ja, dan moeten we eigenlijk dus een hele lage lantaarn. Ja, deze is best laag. Met een miljonair. Ja, dan moeten we gewoon even iemand verzinnen. Nou, als we dan naar mijn vriendin toe gaan, dan hebben we er twee in één klap. Naakt in een sloot. Nou, dat is echt perfect voor jou. Want jij zei het al, ik heb vandaag. Rob zei het echt zo toevallig. Die zei van: ik heb echt zoveel zin om vandaag naakt in een sloot te gaan. Iemand die precies 46 jaar oud is. Ja, is gewoon een vraag. Ja, gewoon een vraag. In een herkenbare tv-studio. Daar weet ik wel iets op. Met de hand op de borsten billen van een vrouw. Ja, dat moet dus eigenlijk een van onze twee vriendinnen zijn, ja, anders dan worden we gecanceld en vermoord en is onze relatie voorbij. Ja, daarom. Dus dat moet een van onze vriendinnen zijn. Ja. Met een volle luier. Die snap ik niet. Hey jongens, we hebben een vraag. Ja. Hoe interpreteren jullie met een volle luier? Er moet scheid in zitten. Maar moet je zelf poepen in een luier? Oh, nee, dat mag je zelf weten. Maar mag ook een baby zijn die gepoept in zijn luier? Dat mag zeker, ja. Maar ik zou het voor het gemak, zou ik het gewoon zelf doen. Ja. En onze bonus is op de wc-pot in het huis van het andere team. Dus we moeten op de wc-pot van het huis van Matt, Milo of Roel. Wij zijn hier bij het mooiste winkelcentrum van Nederland. Overvecht Shopping Center. Dit is de crème de la crème. Wij gaan hier naar de speelgoedwinkel om een puzzel te kopen. Wat we daar nog mee gaan doen, weten we niet. Nou, ik zou hem in elkaar leggen. Nou, ik ga dat niet doen. Ik ga dat misschien wel als laatste persoon ter wereld doen. Nu wie toch zijn, we kopen gewoon een luier. En degene die als eerst moet kakken vandaag, die scheidt hem gewoon vol. Dan maken we een foto mee. Heb jij even nog toch gekakt? Ik heb nog niet gepoept. Ik heb ook nog niet gepoept. Ik wel. Ik heb vooral echt een hele grote bolus in. Dat zegt voor jou. Maar dan gaan we zo even koffie drinken. Koffie drinken. En laten we vooral ook niet andere dingen vergeten, zoals bijvoorbeeld een miljonair. Die kan hier ook samen rondlopen. Kijk, ik zie hier staan iemand die precies 46 jaar oud is. Dat moeten we gewoon vragen eigenlijk, hè? Niet meteen kijken, Mila, maar volgens mij is hij 146. Oh, ja, maar heel hard. Oh, die gaat 46 kilometer per uur. Mag ik voor jullie wat vragen? Is één van jullie toevallig 46? Qua leeftijd, ja. Ben jij 46? Bent u 46? U bent geen wiskundeleraar, nee, denk ik ook, nee. Maar wel 46. Ja. Nou, ja. Fantastisch. Ik zou graag een foto met u willen, maar als de ruil daarvoor is dat ik een leuk blouseje of een dingetje moet kopen, dan doe ik dat. Ja. dan verzin je er gewoon zelf bij wat je dat leuk vindt. Niks moet. Ja, dan maak maar even een foto. Oh, mooi. Nou, super, zeg. Super. Ja. Mag ik mijn arm om u heen slaan? Oh, ja, dat mag. Ja, mooi hoor. Ja, die hebben we. Kan je iets mailen dat ik wel even gewoon zien hoe? Ja, zeker. Ja. Inmiddels worden de contactgegevens uitgewisseld. Pashokjes, zoals het vet is van hem, hè? Zegt hij altijd. Dat heb ik ook wel een beetje. Heb jij dat niet? Heb je dat wel eens gedaan? Nee, zeg eens eerlijk. Nee, echt niet. Ik heb de mail en de nummer, dus... Viespeuk. Hey jongens, opdat we niet vergeten, eerste binnen. Oké, we zijn hier nu voor het kantoor opnamestudio van ESPN en we hebben eigenlijk één optie. Eén gast kennen, we moeten hem gaan zeggen, dus kun je hem even bellen, want dan kan hij ons halen. Maar gaat die vrouw daar aan meewerken, achter de balie? Nou, daar gaan we nu achter komen. Ja. Hallo, we zijn op zoek naar Lode de Bo. Weet je niet of hij vandaag aanwezig is? Wie kan ik zeggen dat er is? Robbie van der Graaf en Koen van Heerst. Nou, dan komt hij sprinten naar beneden, denk ik. Ik dacht dat ik het nooit zou vragen. Koffie drinken. Jongens, we hebben fantastisch nieuws. We krijgen het bericht, Lennart komt ons halen. Ik heb geen flauw idee wie het is. Ja, maar hij is een fucking legend. En hij weet volgens mij helemaal nog niet wat we willen doen. Dus in principe zijn we dat nog niet. Maar kijk eens aan. Gozer. Alles goed? Ja, met jou. Onze verlosser. Weet je waarvoor je ons komt helpen of niet? Ik weet dat jullie hem naar de studio's moeten brengen. Ja, en we moeten bij de bekendste voor mensen studio die ze dus het snelst herkennen, moeten wij een foto maken. Ja, dit is... Dit is vrij herkenbaar, denk ik. Dit is hartstikke herkenbaar. Mogen we die even vasthouden? Yes! Wie werd het kampioen dit jaar eigenlijk? 2021? Ajax zeker. Vorig jaar. Laat me zitten. Heb je ooit schaal vast? Nee, ik heb nooit schaal vast gehad. Zo, dat ding is zwaar. Ajax is landskampioen. We zitten tijd te verspillen. We moeten gaan. Super bedankt. Super bedankt, man. Shoutout naar iedereen van ESPN. Zeer goed geslaagd. Dan moet ik zelf zeggen dat ik hem wel. Hij ziet er wel. Hij oogt lastig. Hij oogt lastig, maar ze hebben geen makkelijke puzzels van 1000 stukjes. Eentje die echt een heel mooi harmonieus tafereel weergeeft. Het is echt leuk spul. Die hond ligt hier te slapen. Hier ligt een kat. Die kat is wakker. Die is alert. Want daar staat nog een kat. Ze hebben contact. Fucking vogel. Is dit de
Duif in mijn thuis! Hoe gaan we deze in elkaar laten maken? Ik ga het niet doen, dat weet ik wel. We hebben personeel, jongen. Dus mensen die vandaag gewoon een hele dag nuttig kunnen besteden, gaan we nu een domme Ravensburger puzzel laten maken. Twee mensen productie. Ja. Ik ben echt heel benieuwd wat ze gaan zeggen als wij dit voorstellen. Kunnen we dan niet ook gewoon aan hun vragen zijn hand even die goede zon stoppen? Wil jij ons een puzzel maken? Hier jongen, stagiairtje, je hebt dus allemaal stukjes en die hebben een vormpje. En dat moet dan dus in elkaar passen. En wij hebben de opdracht. Nee, we moeten een foto maken van een puzzel die 1000 stukjes is. Die compleet is gemaakt, maar het staat niet bij dat wij moeten maken. Oké, okay. Ja, is goed. Kom maar terug over een paar uur. Als je andere twee komen, zeg je maar nee. In het contract staat dat Matti je leidinggevende is. Dus begin nu maar. Oké. Okay. Nou, heel veel succes. Tadee! Goed! Ik zat te denken, wij moeten op de foto met een miljonair. Ja, daar zijn er nogal wat van. Ja, en Koen zit niet bij ons in team, dat wordt lastig. Zou Koen echt miljonair zijn? Hij gedraagt zich wel zo. Kijk, ik zat te denken, dus sector waarin by far de meeste miljonairen actief zijn. Dat is vast goed in de voetballerij. Toevallig zijn wij in de buurt van FC Utrecht. Daar speelt natuurlijk niet zoveel miljonairs. Mike van der Hoorn en Nick Viergever zijn zeker. Mark van der Marel, zou wel een aardige boter bij elkaar hebben gespeeld. Ja, ik zou kunnen, ja. Paar ton per jaar. Zakaria Labiat. Ja, die is zeker. Bart Ramselaar, Jens Toornstra. Jens die sowieso ook. Bas Dost. Bas Dost. Zou Bas Dost jou kennen, man? Ik denk dat Bas Dost geen flauw idee wie ik ben. We brauchen Bas, Bas, we brauchen Bas. Dit is lekker hoor. Bas Dost verdiende in 2014 2,1 miljoen per jaar. Het jaar daarna 1,9. Het jaar daarna 1,8. Toen een klapper naar Sporting. 2,9 miljoen per jaar. Vijf seizoenen achter elkaar tegen de 3 miljoen per jaar verdiend. Shit, Bas, jongen. Je kan een aardige boterham met heel veel smeerkaas erop. Kan niet beleggen. En we waren welkom op het trainingscomplex van FC Utrecht. Alleen niet met de camera. Maar dat maakt natuurlijk niet uit. Het gaat erom dat we Bas vinden. Ja, gewoon, hè. Durf je hem aan te spreken? Ja, ja. Bas, dan wordt de foto met jou mee druk. Ja, ik ben een man. Oh. Stannetje, je mag erbij op, als je wel? Ja, even erbij. Zijn wij op elkaar, vind je niet? Die is mooi, hoor. Ja, top. Perfect. Moet je een miljonair per foto. Als je eerst wat ik moet doen van het vermogen van Bas. We hebben naar de salaris gekeken. Altijd boven de miljoen, hè? Sinds 2013 al. Tuurlijk. Bas was leuk. Jij heel verlegen. Bas zou ik alsjeblieft een foto of ben je druk? Het is waarbij de legendarische woorden sprak. We hebben helemaal geen reet te doen. Jongens, met een miljonair. Nou, ja. We hebben niet op de rekening gekeken, maar we mogen er toch stilletjes over uitgaan. Maar we gaan nu knallen naar Hilversum. Ja, want de vorige keer bij die BNS-foto's, weet je wel. Toen liepen zij, daar waren ook toevallig Koen en Robbie als team. Die liepen gewoon random een studio in. En die liepen toen bij dat Freek Vonks avonturenshow. Liepen ze ineens achter de set. Ja. Dat lijkt er wel op. Dit is wel een decor. Nee, dit hier. Hier worden decorstukken gemaakt. Maar kijk, ik zie wel allemaal dingen met dieren. En ik op de stoel van Johan Derksen zit eigenlijk. V.I. wil jij? Ja. Nou, daar gaan we. Vanaf nu wordt het echt lastig. Miljonair, heeft ze niet al een story gepland? Dat is goed, ja. Even kijken, ik ook stories zie van andere mensen die wel eens miljonair zouden kunnen zijn. Coyalistic is ook al miljonair, toch? Ja, een boef is ook miljonair. Giel van StukTV? Kun je niet naar Giel's kantoor rijden? Ja, dat is in de buurt. Daarom, ik weet niet of hij daar is, maar... Dat kunnen we wel doen. 1,3 kilometer! 4 minuten rijden, vriend! Ja, zullen we daar gewoon heen rijden? Ja, tuurlijk! Op de kijk of hij er is. Misschien is hij er wel niet, maar dat maakt niet uit, want dan is het maar 4 minuten rijden. Oké, op naar Giel van StukTV, het één na grootste YouTube-kanaal van Nederland. Ik hoor de bel. Goedemiddag. Oh, dat is snel. Is Giel er of Gerjanne? Gerjanne wel. Oh my god! Hey! Jawel! Hey. Jawel, want jij moet ons helpen. Nee. We zijn op zoek naar Giel. Ja, niet. Nee, maar waar is hij wel? Als jij hem kan bellen, zou dat tof zijn. En hopelijk zegt hij dan van, nou, toevallig ben ik echt bijna op kantoor. Dat weet ik sowieso dat hij dat niet is. Hij is echt niet eens in de buurt. Dat meen je niet? Ja, hij is op 1,5 uur rijden, minimaal. Waarom? Ja, omdat hij niet hier woont. Dit is echt een behoorlijke tegenvaller. Ja? Oké. Komt-ie. Je staat op speaker. Wat moeten jullie in mijn vakantie, jongens? Nee, ja, nou, wij hebben zo'n vermoeden dat jij wel eens een miljonair kan zijn. Jezus. En we moeten dan mee op de foto, maar waar ben jij? Ik ben in Brabant. Oh, dat is echt typisch. En hoe ver in Brabant? Ja, in het prachtige, oh zo mooie Uden. Jezus, Anus. Wat gaan we doen? Gaan we erheen? Ja, zeg jij het maar. Ja, is goed. Als jij je adres stuurt, dan komen we naar je toe. En wat moet je dan nog meer van me weten? Je banknummer, pincode. Nee, alleen, je moet alleen een foto met je maken. Ja, is goed. Kantjes. Oké. Okay. Oh, lief. Hey, topper. Wij komen eraan. Yo, tot zo. Doei. Oké, dankjewel. Er nooit iemand met zoveel tegenzin. Ja, anders zeggen. Maar mooi is ook gewoon, hij stuurt zijn adres en dan komen we gewoon niet. Doei. Nou, dan gaan we nu lekker een uur en 16 minuten rijden. Oh, dan komen we dadelijk aan en blijkt hij geen miljonair te zijn. Ja!
Change of plans. Yes. Nou ja, niet helemaal. We gaan wel nog steeds naar Uden toe. Alleen, we zaten te denken, dit wordt echt super onhandig. Dan gaan we naar beneden rijden. Alleen, we moeten natuurlijk voor die dubbele punten ook nog op de wc-pot van iemand van het andere team. En die wonen daar niet. Dan moeten we weer helemaal terug. Ja, dat is kut. En we moeten die afstrepen. Ja, want die is dubbele punten. Dubbele punten. Raoul wordt lastig, want zijn vriendin heeft waarschijnlijk ook wel een sleutel, maar die werkt weer in Amsterdam en we weten niet precies hoe en wat. Milo, ook gezeik. Mattie, dachten we, is de grootste kans dat we binnen kunnen komen. En dat is in principe op de weg naar het zuiden, komen we wel ongeveer met een kleine omweg langs zijn dorp. Ja. En nou was het idee, we gaan naar zijn ouders. Zijn ouders, tenminste bij mij, mijn ouders hebben ook een reservesleutel. Mijn ook, maar, ja. Dat is op zich vrij logisch. En de ouders van Matt weten we te vinden. We gaan eerst naar de ouders van Matt toe, hopen dat zij reservesleutel hebben. Dan kunnen we daar poepen en dan gaan we daarna... Ik heb nog goed nieuws, hoor. Ik moet zo nodig schijten. En laten we schijten en dan trekken we niet door. Oh. Ja, dat is mooi. Dat is toch zo gaaf. En dan niks vertellen en dan komt hij thuis en dan ligt er opeens een drol in zijn wc. Dat is zo mooi. Op naar het zonnige Ameide. Ameide. En na een hele hoop achterdeuren geprobeerd te hebben en een aantal ongemakkelijke gesprekken aan de balie later, gooiden we het uiteindelijk over een hele andere boeg. Er komt nu een werknemer aan. Lopen we achter hem aan? Ja, natuurlijk. Ja. We hebben toch een afspraak? We hebben toch een afspraak, ja. Oh ja, ja, deze. Ja, ja, ja. Hier moesten we zijn, toch? Ja. Top. Ja. Ik ben hier dus wel eens geweest. Hier is die studio, hier is die studio. Ja, hier is die studio. Ja, hier, ja, kijk, ja, kijk, dit is echt goed, hè? Dit is echt goed. Hier is dat café. Hier is mooi. Hier. Zal die Premier League dingen. En zullen hier met z'n tweeën staan? Is Liga daar? Ja, ja. Ga hier staan, ja. Analyseren. Dit is mooi, dit is mooi. Ja, die hebben we, deze hebben we. Even kijken, we hebben die herkenbare tv-studio hebben we geknald. Derde puntje. We kregen net ook een update van de puzzel. De rand ligt. Dat is niet veel. Dit is moeilijk, want duizend stukjes. Ik ben al een paar uur 3 uur bezig. Met je hand op de lamp van. Zo, die is een laag. Dan kun je zo makkelijk inklimmen. Ja. Ja, even klimmen, dan ben je er. Klein stukje. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Maak jij een foto, Matt? Ja, ik maak een foto. Hand erop, ja, hand erop. Hand erop, ja hoor. Ja hoor. Ja, 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 ja. Laat je maar lekker zakken. Hup, met je hand op de lamp van de lantaarnpaal. Nou, jongen, je mag hem zelf zetten vandaag. Nou, ja, dat was ook makkelijk. Ik bleef ook makkelijk hangen. Dat is een idee. Bloep, bloep. En dit is echt misschien de allerlaagste lantaarnpaal die ik ooit heb gezien. Dit is echt Mediapark zegt punten sprokkelen, man. Maar we moeten nu door. Ik had dus een idee. Ik ga een lekkere vrouw uitzoeken en mijn handen op haar boezem leggen. Wie wil haar tieten in mijn hand plaatsen? Jij bracht me op het idee, jij zei ze moet heel ordinair zijn. Wil ze dat willen? Ja, dat is wel zo, toch? Even hypothetisch, hè? Stel nou, er is een hele bekende Nederlandse OnlyFans-vrouw met een lekkere Jennifer Lopez reet. Die al heeft aangegeven dat ze het wel in jou ziet zitten. Nee, dat gaan we niet uitzenden, toch, die beelden? Dan ga ik denk ik toch van Mattie. Gaat jouw vriendin dat goed vinden? Ik denk wel dat ze jaloers gaat zijn. Oké, okay, dus jij gaat Wendy een bericht sturen. Lijkt me goed als jij het doet. Ik heb helemaal niks met Wendy. Jawel, ik heb ook niks met Wendy. Jawel, namelijk dat ze jou echt fucking geil vindt. Hey Paul en Wendy. Mattie hier van de bankzitters. Ik heb laatst jullie video gezien dat jullie in de jacuzzi zaten. En toevallig zijn we nu bezig met een bankzittersvideo waarin we een soort foto-challenge doen. Eén van die vakjes is met je hand op de borsten of billen van een vrouw. En nou willen we natuurlijk niet zo onbeleefd zijn om nou ja, dat direct te vragen, maar eigenlijk doen we dat bij deze toch wel. Dus Wendy, ik vind jou ook leuk. Als je vandaag tijd hebt om een fotootje te maken en wat promotie te maken natuurlijk voor jullie OnlyFans. Dan horen we dat graag. Er is 0,0 kans dat zij dit niet wil. Hey Milo, volgens mij heb ik een reactie van Wendy. Ja, ja, ja. Ja, die heeft het. Wendy hier. Ja. Dat kan hoor. Ja? Zeg ze dan. Hoe en wat verder? Oh jeetje. Oh. Ik dacht echt, het gaat helemaal niks worden, maar moet ik nog echt gaan doen ook. Oh, schrik me dood. Nou, Paul en Wendy, we komen eraan hoor. Welkom bij vandaag een nieuwe documentaire. We zijn hier vandaag op een plek waar het naar stront ruikt en het is het huis van Matties ouders. En je denkt dan van jullie maken altijd een grapje dat er jou zo'n kut dorp komt. Het stinkt dan niet echt naar stront? Jawel. Jawel, en ik snap ook niet waarom, want hier zijn echt geen koeien, maar het stinkt wel naar stront. Ja. Wij gaan even aanbellen bij de ouders van Matt en even vragen om sleutel. Dat gaan we niet filmen, want ik kan me voorstellen dat ze dat liever niet hebben. Maar we zien jullie zo en is de vraag of wij een sleutel hebben. De ja of de nee. We hebben goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws... Wij hebben hem. Het slechte nieuws, het is alleen voor de achterdeur. En wat ik mij kan herinneren, heeft hij een schutting, maar ook een deur. En ik hoop dat die deur van de schutting wel open staat. Maar wie doet er naar mij dan nou dit ding op slot? Dat is helemaal niemand. Maar wat wel. Oké, kut zo. Ze lopen hier heel zelfverzekerd, maar stuiten vervolgens op een hindernis. De schutting. Na wat overleg lijken ze te twijfelen, maar wagen dan voorzichtig de klim. Sorry, Matt. Sorry. Toppie. Nou, het is heerlijk gezellig licht in huis, Mattie. Dat was waarschijnlijk ook niet anders. Zal ik anders even die dingen openzetten? Waarschijnlijk zit hij heel de avond zit hij zo. Doe even die rolgordijnen open. Zo, tijd om even wat te vreten. Ja, ik heb honger, man. Rob, ik ga ondertussen even naar het toilet. Iedereen heeft nu al anderhalf jaar een eigen huis van ons. En deze man heeft nog steeds geen trap. Nou, hij heeft wel een trap, maar daar is ook alles mee gezegd. Zal ik hier gaan of op de badkamer? Ik ga hier gaan.
Ah, godverdamme. Oh, godverdamme, jongen, het stinkt. We gaan helemaal fermenteren in de komende paar uur, dat is zo smerig. Onze bonusvraag op de wc in het huis van iemand van het andere team. Boom. Boom. En als Mastak thuis komt, wacht hem. Een leuke verrassing. En nadat Koen en Robbie mijn hele voorraadkast hebben leeggevreten, doen ze nog een ontdekking in mijn kast. Mijn reserve autosleutels. Oh, wat slordig van mij om die daar te laten slingeren, zeg. Oké, we hebben wel een soort verandering in het plan doen. Ja, in plaats van dat we nu naar Uden gaan, sorry ja. Giel, die staat nog steeds bij Uden Centraal te wachten op ons. Gaan we nu even kijken of zij hun locatie willen sturen. En dan gaan we daar langs en dan nakken we Mats' auto. Dat is toch zo mooi. Oké. Koulo, goed nieuws. De cameraman van hun, die zeggen nu, die heeft geen idee wat ze gaan doen, maar die heeft wel zijn live locatie gestuurd en die zegt ja, we gaan nu eten bij Laplace. En wij zijn dus op 8 minuten van die Laplace en zij zijn er nu. Dus ja, over 8 minuten zijn zij binnen, dus zijn ze nog nooit klaar met eten. En dan gaan we dus even het spel gooien. En het mooie is dan dat zij geen auto meer hebben en bij de fucking Laplace in Laren staan. En het allermooiste is dat Matt heeft ook geen idee überhaupt dat we bij hem zijn geweest. Laat staan dat we zijn gezinsleutel hebben gedaan. We nakken die auto! We nakken zijn auto! Oké, hier is het, hier zitten ze. Hier staat het Mats auto. Oh, ik dacht dat ik ze zag. Maar nee, waar is het? Pas op, hier zitten ze. Hij staat daar. Waar zitten ze? Ik zie ze niet. Ja, pas maar op, daar zien ze ons wel. Ja, ja. Doe, sluit je hierheen. Ik zie Roel. Wat staat hier? Niet op, niet. Pas. Ik zit erin. Ik ga nu heen. Daar gaat hij. Het is fucking gelukt. Ik vind het fucking mooi. Ik zal even ze niks door gehad, toch? Koude mooi! Oi. Tuut tuut, motherfuckers! We hebben zijn auto genakt! En ik heb een nieuw bed! Waar staat je auto nou? Ik dacht dat ik hem hier neer had gezet. Dat had je toch ook? Ja. Want zijn auto stond toch hier rechts? Hij stond toch hier? Hij stond hier. Leiders. Nee, ik zweer bolla op mijn moeder. Dat kan er niet waar zijn, want welke politie wel? Dit is echt heel raar. Mensen, we schieten hier even in de stress. Of ik ben helemaal gek geworden, mijn auto stond hier net. Ja, we hebben naast een busje neergezet. Is dit... Ik krijg echt even stress. Milo is nu binnen de camerabeeld aan het opvragen. Je had hem dicht gedaan, toch? Nou ja, ik heb de sleutels hier zelfs. Ja, maar dan kan dat. Dan kan je niet wegrijden. Of kan je dan zo connecten of zo? Nee. Dat is echt niet. Het kon alleen bij die oude auto's. Kon je dit kastje openhalen en dingen. Heb je de politie gebeld? Nee, nog niet. Daar staat hij. De auto van Matt. Hij heeft de pet van Matt op. Besef wat we allemaal meegestolen hebben. Daar liggen hier bijvoorbeeld al pamperdoekjes achterin. Omdat ik heb gezien wat hun extra opdracht is. Maar sowieso hun blok ligt hier. Oh, ze hebben er al vier. Wat trouwens echt wel veel is. En ze hebben hier dus van die doekjes liggen. Die hebben we ook gestolen. Wat zit hierin? Handdoekje. Voor de sloot. Maar ik zit te twijfelen. Zij hebben die luiers gekocht. Ja. Ik moet poepen. Ja, ik zou het gewoon doen. Ja, maar het is wel echt zo smerig. Dan moet ik dus een foto maken met mijn eigen stront in die luier. Kijk, ik vind het helemaal niet erg om erin te poepen. En met mijn eigen stront zo te staan. Maar zeg maar ja. Ja, het is wel vies. Ja, wel leuk. Ja. Zullen we het doen? Ja, fuck it. Het zijn hun luiers, dat maakt het extra mooi. Maar moeten we even dan naar een... Ja, plek waar ik... Zeg maar, ik ga niet hier poepen. Nee, even in een bos of zo. Ik wil wel even een deal maken. Ik doe dit. Ja. En ik zet mezelf hier eigenlijk echt ontzettend mee voor lul. Ja. Maar dan ga jij dus wel mooi even die sloot in. In mijn naki. Ja, je kunt ook met je kleren aan, maar dat telt niet eens als opdracht, dus je kunt beter maken. Zou zij het gedaan hebben? Hoe komen ze achter onze locatie? Ja, what the fuck? Ja, maar jouw je auto kan toch niet weg zijn? Ik wil Rob of wel, ik wil Koen wel even. Als zij het gedaan, anders bel ik politie wel, maar dit is echt niet leuk. Oh, man. Is het zo mee? Yo, Matt. Yo. Jullie zijn niet aan het kutten, toch? Wat? Jullie zijn niet aan het kutten nu? Nee, ik heb echt geen idee waar je het over hebt. Tering lijn, joh. Maar hoe kan je Rob nog lachen? Hij is helemaal een andere auto. Teringleiers, hoe kan dat nou? Hé, maar jongens, Nederland heeft goede spoorwegennetwerk. Dat is gewoon fantastisch. Had ik mijn sleutel op mijn bureau laten liggen of zo? Ja, geen flauw idee. Wat is er mis dan? Ah, Tering, kom terug. Wij staan hier met z'n vieren, man. En we hebben zo om 3:30 een belangrijke afspraak. Hoe weet je dat wij hier waren? Nou, dan zou ik even als je cameraman heel boos aankijken. deze teringlijn heeft het doorgegeven, die klootzak hier. Maar het is wel fijn om te weten welke jullie al hebben, want er staat nog een bordje die jullie in de auto hebben laten liggen. Dus dan weten we ongeveer hoe en wat we moeten doen. Ze hebben ook ons bordje. Hé, wij moeten door. Fijne dag nog. Doei. Doei. Ik heb Matt hier nog nooit met zoveel ongeloof in zijn stem gehoord. Ja, hij snapt er helemaal niks van. Maar hoe kan dat dan? Oké, we zitten hier mensen. Ik heb ondertussen hebben we even wat ingeschonken. Ja, ik heb ook 0.0 besteld, maar dat is ook helemaal niet nodig. Dat is niet nodig. Ik ga geen kilometer meer rijden. Ik ga toch niet meer rijden. Het is heel simpel. We zijn echt zwaar de lul. En mijn afspraak met Wendy staat al op het spel, hè. We komen er nooit meer. Ik heb mijn sleutel.
Hoe kan dat? Je reservesleutel, jongen. Of hij ligt op kantoor of hij ligt thuis. Maar op kantoor ligt hij waarschijnlijk. Die zijn ze bij me thuis geweest. Zouden ze Essie of zo gevraagd hebben? Hebben jouw broertje sleutels? Ja, mijn pa en ma hebben een sleutel, ja. Die wonen ook in het dorp. Maar ja, ja. Die zou ik mij toch nooit zo. Dan ben ik verraden door mijn pa of ma. Maar. Ik zie al die mensen kijken. Als ik nu een Uber boek, zijn we er over iets meer dan een half uur. Prima. Oké, mensen, we hebben een Uber geboekt. We zijn er toch nog net op tijd bij Paul en Wendy, want stel je voor je komt te laat, dat zou heel erg zijn. En dan gaat mijn droom toch nog even vervulling en daarna... We hoeven niet heel ver meer te rijden om punten te halen met die koeien en zo. Nou, laten we naar Paul en Wendy gaan. Ik heb er echt zin in. Even de spanning eraf drinken, hoor. Joehoe! Ik ga nog een bosje zoeken om zitten. Ja, ik vond dat te dichtbij, dus ik ga hier ergens. Mag ik even... Zo, cameraman breekt bijna zijn poot. Oké, dit wordt mijn moment. Ja, ik heb een doekje. Zo te veel ook. Godverdamme. Ongekend smerig, dit is zo vies. Jezus, wat een volle beukjes, hè. Wil je het zien? Het is echt wel veel. Godverdamme. Prachtig. Oké, dicht dat ding in de prullenbak zoeken. Godverdamme, joh. Ja. Is die van mij stress? Is het hoor? Ik durf niet. Hoi. Yo. Grote moment. Grote moment. Hey. Kijk. Goedemiddag. Lijken jullie even alleen. Hoe kwam je op de Q&A dan? Koen heeft hij naar mij gestuurd. Koen heeft hem zitten kijken gewoon, hè. Maar laten we het daarvoor hebben. Want ik voel me wel een beetje beledigd. Milo met zijn voorhoofd. En hoe jij ook naar mijn kant. En hoort hij met die baard ook alweer? Het ging er meer om, volgens mij was de vraag. Met wie zou je dan het eerste erbij betrekken? Van de bankzitters. Was het vrij unaniem, zei jullie, ja, Mattie. Want de Mattie, maar die is zo lekker, die is zo geil. Hebben jullie ons al een beetje gepromoot wat te doen en zo? Ja, gewoon, pak een moment. Daar ben je goed toch uit, ik ken je niet. Nee, echt. Helemaal niet. Dan zeg ik op de meme ineens vis in beeld of zo. Het is natuurlijk een beetje gemeend, dat begin begrijp ik wel. Ik was toen 43, denk ik. En toen ben ik bijna 46. We waren natuurlijk oud en inderdaad. Bla 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 bla. Oké, hij gaat de foto maken. Het beste is wel bij de jacuzzi toch eigenlijk, zo wil ik het zeggen, maar. Doe gewoon. Wat is bij de jacuzzi? Nou, kleed je allebei even uit, zou ik zeggen. Nou, goed. Ja, even meer passie erin. Meer passie in, houden. Ja, dit is passie, Ja, die was mooi. Ja, ik heb dit nog nooit gedaan bij een vrouw. Maar je kan ik je meedoen, maar ja, dat... Oké. Oh, we rijden hier gewoon random rond. Productiebedrijf Laren. Ja, maar kijk even hier links. Hier links is echt de laagste lantaarnpaal die ik ooit heb gezien. Dit is de roer van Velsen om een lantaarnpaal die we hier zien. Als jij mij even op je rug laat staan, dan kan ik hier op en dan kan ik hem wel aanraken. Wacht even, sta je? Zo. Ik ga nu met mijn knie op. Ja. Andere knie. Ja. Red je dit? Ja. Nog steeds? Ja, au. Ja, ga maar. Oké, ga maar. Ja. Ja, top. Oké, nu naar beneden. Oké. Ja, laat maar los. Toppie! Heerlijk puntje dit, zeg! Dit is een lekker puntje die we even meepakken. Het vierde vakje, maar het vijfde punt. We waren op zoek naar een miljonair en we hadden natuurlijk Giel, maar Uden is zo ver rijden. Dat is echt 2 jaar rijden. Hij staat nog steeds te wachten trouwens. Hij staat nog steeds te wachten. Dus ik had even een bericht gestuurd naar een ander. Ja, dat mag eigenlijk niet, maar dit was wel dusdanig. Ik dacht, dat kan wel. Echt met een ding van, die gaat nooit reageren. En hij stuurt net, we kunnen afspreken over 45 minuten. Dus wij gaan er nu naartoe rijden. Ik heb 10 bitches die me stalken op mijn oude nummer. Ik ga niet zeggen waar we heen gaan, maar een lekker nummer, man. En vanuit Paul en Wendy wilden we op zoek naar een weiland met koeien om dat puntje nog binnen te slepen. En Milo had deze keer een geweldige locatie uitgekozen om ons af te laten zetten door de Uber. Ik heb deze locatie in de Uber-app gezet, omdat ik dacht, dit is een middle of nowhere met landbouw waar vast wel koeien zijn. Ja. Goed, man. Dat eerste deel klopte, maar ik zie geen koeien. Er is echt helemaal niks hier. En we zijn hier afgedopt met een Uber en ik heb geen idee of je hier überhaupt wel opgehaald kan worden door een Uber. Hé, maar ik heb een idee. Daar is een sloot. Ja. Daar kun je in. Alleen hebben we geen handdoek nu, ja? Dus dat is kut. Ik kan toch gewoon weer opdrogen? Ga hierin. Nee, ik ga er niet in. Ik ga er wel in. Ik ga er niet in. Kijk nou even hier. Dit is toch een sloot? Ah, gadverdamme. Het is strijden, hij doet een sloot! Ja, we strijden, maar nee! Je hoeft alleen maar even met je blote pik erin. Ja, ik weet niet wat het criterium is. Straks keuren ze hem af. Nee, we gaan nu lopen. We lopen nu naar die boerderij toch, voor die koeien? Ja, we laten nu naar die boerderij. Daar ligt sowieso koeienstront. En toen gingen we dus lopend op zoek naar koeien. Want Ubers komen helaas niet in dit gebied. Maar het contact maken met de boeren ging lastiger dan verwacht. Hebben jullie koeien? Koeien! Geen koeien! Daar wel! Uiteindelijk wisten een aantal voorbijgangers wel waar we koeien konden vinden. En we kregen zelfs een lift aangeboden naar een boerderij met hele lieve mensen die ons wel konden helpen. Koeien, ik kom jongens. Die broek, jongen, helemaal smerig. Ah, joh. En dit is allemaal scheid wat hier ligt. Ah, joh, maar ik ga dan hier gewoon een hoop pakken. Ah! Pak hem even. Ja, hebben?
Gadverdamme. Nou, koeien, het is goed. Het is echt wat een ranzigheid. Gadverdamme. Ja, ook. Roel, haal me er even uit. Ik spoel het nog even af. En het mooie aan is, dit lijkt dus misschien vies, maar dit is natuurlijk wel de reden dat wij eten hebben, mensen. Wij staan nu op de boerderij. Jullie zeggen altijd dat meer energie erin moet stoppen. En wij worden in ieder geval met deze huifkar van de burgerboerderij. Ja, echt fucking leuk. We worden met de huifkar worden gebracht naar de Lidl, want daar kunnen we de luiers halen. Die blaffen we vol, gaan we naar kantoor, kijken hoe die puzzel klaar is en dan zijn we er toch? Ja. Lekker. Ja, hoe is het met jou? Lekker. Wel snel zijn poort gaat dicht. Oké. Okay. Is goed? Goed. Wat is er allemaal aan de hand hier? Nou, we maken een video en we hebben dus allemaal foto's die we moeten maken van eentje met een miljonair. Okay. Nou, ik twijfel het nog wel een klein beetje. Of je bent eigenlijk geen miljonair, hè? Want? We zijn multimiljonair. Ja. Oké, we moeten even fotootjes maken, als dat goed is. Ja, dat is gezellig, man. Gezellig. Mag jij de foto? Deze is koud. Dankjewel. Deze is echt top. Deze is echt top. Super bedankt, man. Dankjewel. Dankjewel. Ja, gaan we doen. Wordt gewaardeerd, man. Dankjewel. Dankjewel, doei. Moeten we er overheen klimmen of... Ja. Hop! Boef was echt super aardig. Boef was fucking baas, ouwe. Shout out naar Boef. Ooit worden we ook multimiljonair. Waar gaan we nu heen? Lijm even het centrum en dan gaan we gewoon mensen aanspreken. Want die 46-jarige, dat is eigenlijk een hele makkelijke, maar die hebben we nog niet. We hebben trouwens even voor de duidelijkheid, de auto van Matt, die hebben we neergezet ergens bij een soort, bij dat ding waar we lopen schijten. Maar hoe kut dat we straks dan klaar zijn met deze dag. Dan moet Matt nog dus daarheen om zijn auto te halen. Maar... En dan daarnaast staat de prullenbak met een drol van mij en een lange erin. Dan komt hij thuis en dan ligt er in zijn wc een drol al urenlang. Oh man, heb ik echt een kutdag. Op naar Almere Centrum. Geef hem 10%, zeg bedankt voor de kus. En als je hier zo bent, zeg bedankt voor de rust. Laat je niet breken. Dit is voor mij misschien wel de mooiste plek op aarde. Het bruisende Almere. Het bruisende Almere. Wij zijn op zoek naar iemand die precies 46 jaar is. Ja. Hey, ik heb jou gezegd op aan het begin, 46 is een lastige leeftijd. 46-jarigen, die loopt niet door de stad. Waarom zouden 46-jarige mensen niet door de stad lopen? Ja, dat is een goede vraag. Dat weet ik ook niet. Mag ik vragen hoe oud u bent? Nee, je mag rijden hoe oud ik ben. Als je goed hebt, dan geef ik antwoord. 46. Nee. Zou ze jong of oud zijn geweest? Ja, ouder. Nee. Sorry, mag ik wat vragen? Sorry, I don't. Oh, can I ask you something in English? What's your age? What do you think? Yeah, I know. We were searching for something with the right age. Today is my birthday, 45. Oh, really? And you are? I'm way older, I'm 46. Are you 46? Yes, my birthday is coming. We need to make a picture with someone who is exactly 46 years old. And you're 46 years old? Yeah. And it's your birthday. Happy birthday to you. Birthday, happy Can birthday. We take a picture with you? Yeah, no problem. Can you have a photo by you? Let's go. Oh, beautiful. I think the best picture ever. Yeah. Thank you so much. Have a nice day. Bye-bye. And happy birthday. Natuurlijk. Zoeken jullie mensen van 24 om mee de foto te gaan te vallen voor een challenge? Het is ongelooflijk. De tweede persoon die we aanspreken. Nou, derde eigenlijk. 46. Ja, dit was echt snel. Ja, zo dit was echt snel. En weet je wat ik ook? Ik heb echt wel zoiets van, wow, het is echt super lekker zonnig warm weer. Tijd voor een frisse duik. Nou, dat heb ik dus echt helemaal niet. Hoezo niet? Zeg maar zo fris dat je zeg maar gewoon in je blote koker gewoon lekker zo heerlijk zo. Oh, ik haat mijn leven. Ik wil niet en ik wil dood. En dat heeft er niks mee te maken als we nu door Almere lopen, maar wel. We hebben luiers. Het enige is dat we nog een probleem hebben. Niemand van ons moet poepen. En ja, ik zou misschien, als ik heel hard ga persen, iets eruit kunnen krijgen. Maar dan krijg je aanbijen van. Dan heb ik echt niet over voor één punt. We hebben een idee. Daar is een hele bekende, lekkere frietkraam. Oh. Daarin gaan we denk ik allemaal 3 frikandellen en 2 friet bestellen. Dan gaan we even eten. En misschien komt het dan nog los. Niet dat ik er persen heel veel zin in heb. Maar ik moet het eten om te kunnen scheiden. Elke keer als ik met deze hand een hap neem, hoe dichter ik bij mijn mond kom, moet ik echt heel erg die poeipoep uit. Hoe nodig moet iemand poepen? Ja, 0. Op een schaal van 1 tot 10? Nee, 4. Dat vind ik al hoog. 4, ja. Ik moet niet poepen. Dus dat is eigenlijk 0. Hij komt eraan! Hij komt eraan! Verdomme, ik ga poepen! We hebben een mooie plek uitzoeken hoor. Gaat als hier iemand voorbij komt fietsen, dan ben je echt zwaar. Het zou zomaar kunnen lukken. Oh, ik heb een schijten! Ja! Is het gelukt? Ik heb een keutel! Ik ook! Hij heeft een keutel! Ik draai een volle bolus! Hier is een wildpoeper actief. Mensen, het lukt mij niet om te scheiden. Het zit gewoon vast. Ik vind het te spannend. Maar gelukkig hebben we volgens mij een hele dikke oogst, want ze hebben allebei gekakt. Die Roel, ik heb zijn keutel al gezien, die was zo zwart als honingdrop. Dat was echt niet gezond. Dit is niet goed, man. Dit is echt niet goed. Hoe krijg je dit je reet uit? Ik moest heel wat duwen. Oké, maar op zich, als we niet met Mila erbij gaan, jij hebt echt een oogst en je bent erop. Nee, ik heb niet veel. Maar wat ik heb is goed. Kijk eens. We kunnen het bij elkaar gieten. Doe het erbij. Ajo! Nou, jij moet hem vasthouden. Moet ik hem vasthouden voor de foto? Ja, maar ook met die open, hè? Maak jij een foto? Ja, ik maak wel een foto. Handje eronder. Oh, hij is warm. Ja, hey. Wat een foto is dit? Ajo! Eén van die twee kak stinkt, jongen.
Het is naakt, dat is zo kut, jongen. Want overal hier zijn mensen. Maar jij doet toch wat zo stoer als je grote tampeloeres hebt? Nou, nu even niet. Ik heb een spanningstampeloeres, denk ik. Ga er hierin. Nou, kleed je uit. Goh, sexy beast is het er ook. Zit het goed op? Is het koud? Oh, ja, ik ben blij, jongen. Het is verdomme 15 graden buiten, joh. Gadver, het is helemaal blubber. Ja, hè? Laat zo goed dan? Ja, je moet in de sloot en naakt. Maar ik moet wel die foto maken. Wacht. De koen is echt lekker. Niet aanspannen. Ik wil vies aan. Hé, goed gedaan, man. Ik ben trots op je. Ik doe op mijn blote lul. Godverdomme, altijd een fantasie van. Nou goed, dit was onze laatste opdracht. Ik ben benieuwd hoe de anderen het er vanaf hebben gebracht. Hebben jullie een beetje kunnen genieten van het weekend? Of was het nog allemaal zwaar? Is het zwaar gevallen, jongen? Dat is zwaar gevallen. Ik heb s'avonds om 8 uur ergens mijn auto weer terug. Oké, foto 1. Beginnen nou. Iemand die precies 46 jaar is. Nee, nou, dat is toch niet gelukt. Je gelooft ja, het niet. Ja hoor, van je de hoek. Hoek. Dit is de allereerste nieuwe aanspraak van de hele dag. Goed, klinkje jongens, goed. Ja, ja, ja. Met een miljonair. Hier gingen wij denken, we kunnen naar iets heel duurs of zo, maar misschien miljonairs rondlopen. We dachten, waar, in welke sector zitten daar de meeste miljonairs? We dachten, we gaan het combineren. Niet alleen pakken we een puntje mee, ook pakken we een ervaring mee dat iemand ontmoette die we sowieso al heel lang op onze bucketlist stond dat hij wilde ontmoeten. Bas Dost! Zeg, oh, heb ik gevraagd dat hij miljonair was? Nee, nou, maar we hadden even het gekeken. We hebben vanaf 2014 gekeken, dat was de historie die bekend was. Ja. Heeft hij altijd meer dan 2 miljoen per jaar verdiend. Dat meen je niet. Wat? Ja. En Sander van der Streek, die was er ook. Die was nog geen miljonair, maar hij kon beamen. Bas, die heeft goed geboerd. Ja. Bas heeft goed geboerd. Dik verdiend, zeg ik. Hij is ook terecht, ja. Wat een leuke miljonair. In herkenbare, dus wij moeten het herkennen. Ja, maar als wij het niet herkennen, dan telt het niet. Ja, maar dit herkent iedereen. Dit is het beste programma ooit ter wereld. Ja, dit is misschien het beste programma ooit ter wereld. Ja. Even een Ziggo-analyse. En ter bewijs, ik heb gekeken dit weekend, hè, omdat ik wist dat jullie moeilijk gingen doen. Heb ik hier even een fotootje net gemaakt van de studio. Bij City stond Ronald de Boer daar met Rietse. En die precies diezelfde desk. Ja. Nou, toen waren we bij het Mediapark en daar hebben ze toevallig de laagste lantaarnpaal ter wereld. Dat meen je niet. Ja, dat is echt zo. Nee, heel laag. Laag, hè? Gewoon die pauw in, hè? Zeg maar, we kunnen nu wel verrast doen, maar dit wisten we al, want we hadden namelijk jullie kaart in de auto zien liggen. Maar op dit moment weten jullie niet meer. Toen, als ik deze even op mag pakken, kwam mijn droom uit. Ja? Nee. Moet je even bedenken, dit is gedaan. Je moet even bedenken, dit is dus de fase waarin wij plom verloren zonder auto, ergens in de middle of nowhere. Bij de Laplace staan wij, en vanaf dat moment moeten we het maar gaan regelen. Sterker nog, we hadden al een afspraak staan met tijd en probeerden het ook uit te komen. Ja, meteen zo'n hadden we al een afspraak. Ik had een gedichtje voorbereid, maar die ga ik zeker. Ik ga hem voordragen. Ik droeg deze dag de hele dag bankzittersmuts. De trui van Candy. Ik had mijn hand op de reet van de lekkerste vrouw van Nederland. En daarna is het. Ja! Zo, je knijper! Maar heb je dan aan je vriendin verteld? Niet. Nee? Wacht, als ze dit ziet. Was dat het? Ja, nee. Toen waren we dus compleet verloren. Ergens in the middle of nowhere met een Uber naar een weiland gegaan. Zonder handdoek. Zonder handdoek. Oké, laat me zien. Roel naakt in de sloot. Dat je dit al. Hoe heb je dat afgebracht? Niet. Gewoon die broek erin. Gewoon in de zon laten drogen. Ja, jullie hebben ons genakt, maar wij geven die op! We gaan vooruit! Toen kwam deze. We dachten, we zijn al in de buurt van een weiland. Dit is het meest logisch om te gaan proberen. Gadverdamme zeg. Dat is echt een verse koeien. Dat is echt een verse koeien voor ons. Een hele grote stal met 1000 melkkoeien. Ja, mooi jongens. Ja, en dan denk je genoeg poep voor vandaag. Ja? Nee. Gadverdamme, je was niet blij, zeg ik. Nee, dat was echt niet normaal. Nee. Dat is echt zo, ik moest hier kokken als een. Ja, dat snap ik, ja. En toen hadden we nog onze puzzel. Wat is daarmee gebeurd? Ja, dat laten jullie zo weten. Ik ben eerst benieuwd hoe jullie het hebben gedaan. Oké, laten we maar beginnen met de allereerste foto. Wij begonnen bij een herkenbare tv-studio. Oh, kijk! Ja hoor. Zo. We hebben nog geprobeerd binnen te komen bij de 1 tegen 100 studio, maar dat is het niet gelukt. Okay, maar dit herken je wel, toch? Ik heb geen abonnementje, maar ik geloof het zo. Ja, daarna moesten we natuurlijk op de wc. Ja, dat was ik onze bonus. Moeder welke huis dit is. Echt? Ja, aan die trap te zien kun je ook zien dat mijn mat is, want de andere jaar heeft hij nog steeds geen trap. Ik heb morgen een afspraak voor de trap. Nee, ja hoor, ja. Ja hoor, ja. Ja, en een kleine hintje voor jullie, ik weet niet of jullie het weten, ik weet niet of je het hebt gefilmd, maar er is echt gepoept en er is echt niet doorgetrokken. Ja, die lachen nog, ja. Jezus mina, dit is echt niet normaal. Dit is echt niet normaal. Helemaal verkleurd en vergeelde kak. Maar toen stonden we dus wel 4-3 achter. Ja, was twee foto's hier. Ja, maar het was twee foto's. Waar wij niet alleen jullie auto genakt, maar natuurlijk ook alle luiers. Moest je nu ook echt schijten? Ik moest zo nodig schijten. Ik heb echt zo verschrikkelijk lopen beren in dat bos. Goed, de volgende. Wij waren aan het rijden en opeens boom.
een of ander natuurreservaat met een lantaarnpaal, waarvan wij dachten. Die zijn wel hoog, maar daar komen we wel bij. Daar komen we wel bij. Ja. Nou, kijk, moet je zien hoe hoog. Boom! Zo! Ja, leuk hoor, lekker geklommen. Wist je trouwens dat Roel ooit vroeg of de meervoud van lantaarnpaal of het lantaarnpaals of lantaarnpalen was? Is het vervoer? Ja, ja. Is dat lantaarnpaals of lantaarnpalen? Palen. Gast, paus! Nou, nu misschien wel het hoogtepunt. Ja. Wij wilden een miljonair waarvan we echt zeker wisten dat het een miljonair was. Short Bas Dost. Ja. Short Bas Dost. Ja. Je weet niet wat je meemaakt. We zijn hier zo trots op. Nee! Nee joh! Hoe kan dit joh? We moeten zeggen, jullie mogen hem afkeuren. Want hij gaf het zelf ook aan. Hij is geen miljonair. Hij is geen miljonair? Hij is multimiljonair. Hierna. Ja. Naakt in de sloot. Ik had me opgeofferd bij die drollen. Ja, ja, oké. Okay. Dat Koen deze wel even moest pakken. Maar toch wel sexy beast is het. Je zit niet heel laag, man. Ja, dat stond er niet bij. In de sloot. Naakt in de sloot. Oh, waarom moest ik dan met mijn dop in de sloot? Dat was gewoon leuk. Ja. Ja. Toen zijn wij even naar Almere ingegaan. En toen daarna liepen we naar twee mensen met een kind toe. En die waren buitenlands. En ik vroeg, what is your age? En zij zei, oh, it's my birthday today. En zei, nee. Hoe oud ben je dan geworden? 45. Oei! Dat is zo kut. Toen vroeg aan die vent, en jij dan? In het Engels. En hij zei, no, I'm way older, way older. How old? 46. Way older. Tuurlijk! Heerlijk! Maar staat 46, maar geen 46. Toen gingen we terug naar kantoor en jij ging er vandoor. En ik kwam hier boven op kantoor samen met de cameraman om even mijn tas even pakken. Nou, en wat zag ik daar op tafel liggen? Je gelooft het niet? Een puzzel van 1000 hele gemaakte stukjes. Oké, mensen. Rob is al naar huis. Ik ging nog even naar boven naar kantoor waar ik naar de wc moest. Zie ik hier op tafel dit liggen? Een puzzel met 1000 stukjes. Nou vraag ik mij af. Ik denk dus nog niet dat ze hier geweest zijn. Ik denk dat ze hier nog heen komen en dan een foto moeten maken met de puzzel. Dus, ja, ik zou nu een foto willen maken met de puzzel als punt. Dat zou lullig zijn. Maar ja. Op zich is het natuurlijk wel, ja, als zij die puzzel maar niet helemaal meer kunnen doen, dat zou wel een soort van vervelend voor ze zijn. Dat ze dan helemaal zelf nog die puzzel moeten maken. Maar ja, ik ben ook de moeilijkste niet, ik ga niet helemaal uit elkaar halen, maar wel echt heel grotendeels. Stel, ze komen straks binnen en ze hebben echt een kutdag gehad. Dan komen ze hier binnen en dan zien ze deze puzzel gewoon helemaal naar de moker. Dat zou dan schitterend zijn. Een dagje opnames is leuk, maar het is natuurlijk nog belangrijker dat de mensen op kantoor ook gewoon een beetje hebben gewerkt. Aan de puzzel. Ik denk niet dat die af is. Ja, ik hoop het zo. Zou die daar liggen? Volgende belangrijk punt. Zou die daar liggen? Nee. Ja, dat dacht ik. Dit hebben zij gedaan. Is helemaal niks gedaan? Hebben zij gedaan. Ja, we wisten het. Godverdomme. Zou deze af zijn geweest? Ja, dat zou ik echt heel lullig vinden. En dan hebben ze misschien ook nog dat punt gestolen. Als zij daar een foto mee hebben gemaakt voordat ze me kapot hebben gemaakt, als ze daar aan gedacht hadden. Ik denk dat ze dit punt genakt hebben. Maar zoals jullie gezien hebben, zijn wij ook alweer zo eerlijk. We hebben er geen foto van gemaakt. Nee, alleen jullie gedacht. Dat geloof ik niet. Ik zweer het jullie dat ik geen foto heb gemaakt. Ja, Koen heeft alleen die puzzel gesloopt, losers neergelegd. En toen vonden we dat jullie genoeg genakt hadden voor de hele dag. Dus gefeliciteerd. Mannen, ja, heb jij geen foto? Ja, gefeliciteerd. Ja, het is echt zo. Dus we hebben gewonnen. Ja, jij hebt gewonnen. Echt. Hij was gelijk geweest. Bye-bye. Ik geloof dat het heel duur is. Ja, lekker bro! Uiteindelijk zijn dus de grote verliezers de mensen die de hele dag hebben opgeofferd om die puzzel te maken. Ja! Het leven is kut.